mooie vond ik van die sessie is dat je er wel degelijk wat mee kan. He, dat het niet een leuke sessie is waar we met z'n allen gaan schilderen, om het maar even zo uit te drukken. En dan heb je een hele leuke ervaring. Maar de relatie naar ons dagelijks werk en onze business is dan verder weg. En dit was een goede combinatie met creativiteit en schrijven, naar je proces kijken en daar gewoon wel iets mee kunnen daarna. Ja. Het was en een leuke ervaring en het was nog nuttig ook. Ik denk wat ze vooral geleerd hebben, wat ook heel goed ging, is dat we via een andere manier gekeken hebben naar teksten. En dat ze ook zelf daarin een rol hebben gespeeld om die teksten op te stellen. En dat we dat was het doenerige, zal ik maar zeggen. En we hebben ook teruggekeken naar hoe is dat proces van creativiteit nou gegaan. En hoe gaat ons normale proces, ons normale creatieve proces? En kunnen we daar wat van leren? Zijn er onderdelen in die keten of in dat proces waar we misschien wel eens wat meer aandacht aan kunnen besteden dan andere onderdelen waar we op een natuurlijke manier al veel aandacht aan besteden? Dus in zoverre heeft het ons ook weer eens even via een andere route met de benen op de grond gezet om naar ons eigen primaire proces te kijken. Het is echt kritisch publiek. Dus je moet van goede huizen komen om ze een 2 uur of 2,5 uur ingespannen, ja, bezig te zien. En het was een goede combinatie van zelf iets doen, luisteren, beantwoorden. Je zit toch stil, hè? Toch 2,5 uur stil. En dat ging, het was heel, mensen vonden het heel erg leuk. Het was goed opgebouwd. Je werd eerst, want iedereen creatief schrijven is toch een beetje, oh jee, ik moet zelf iets gaan schrijven. Zo komen mensen er natuurlijk. En wat goed gebeurde is dat je eigenlijk langs een aantal stappen, eerst iets in gedachten nemen, vervolgens dat in kleiner verband met elkaar beschrijven, dan iets kleins opschrijven. En ja, het is een hele positieve ervaring om te zien wat daaruit kan komen en wat mensen dus kunnen. Dus het geeft meer de half vol methode, woord wat ik graag gebruik, dan de half leeg methode. Hè. Je ziet, het is heel positief om te zien wat voor leuks er allemaal uitkomt. En dat geeft mensen natuurlijk ook een hele positieve ervaring. En dat proces was goed opgebouwd.